Elke keer als je een product behandelt, ben je met hygiëne bezig. Ik ben Jo Nielsen, ik ben professioneel chef al heel mijn carrière. Ik kom eigenlijk bezig met het opleiden en het coachen van jonge aankomende talenten om in het buitenland kookwedstrijden te gaan doen. 50% van je tijd ben je toch bezig met hygiëne. Torg is een hele goede partner van ons. Waarom ook? Omdat het kwalitatief gewoon het topsegment is. Ze hebben enkele producten waar ik zeer graag mee werk, waar ik echt een fan van ben. En dat maakt gewoon het werk veel eenvoudiger en makkelijker in de keuken. Ik vind ook constant nieuwe toepassingen uit met hun producten. En zij vinden dat wel leuk dat wij weer nieuwe zaken ermee uitvinden. Het is een win-win situatie. Het is ook leuk om met hun samen te werken. Dus toepassingen die ik bijvoorbeeld gemerkt heb, dus je kunt dat gebruiken om je snijplank stabiel te houden, zonder dat ze beweegt. Een andere toepassing is als zeefdoek. Vroeger had je zo van die zeefdoeken die na een tijdje wel alle kleuren kregen van de producten dat je erdoor gezeefd had. Nu gebruik je een zeefdoek en dat is very clean. Daarna gooi je het weg. Het is een wegwerpartikel natuurlijk. Ook weer die hygiënische aspect is daar ook weer heel goed voor. Vroeger gebruikte ik van die sushi-rolmatjes. Dat zijn zo van die rietjes die in elkaar hangen. Je smeert dan de rijst op je nouri uit. Die rijst komt dan daartussen te zitten en je krijgt dat er moeilijk uit. Nu gebruik ik gewoon de kitchen cloth. Dat is een heel stevige doek. Nouri leg je erop, je smeert je rijst erop uit en je kunt heel stevig die oprollen. Ook super hygiënisch. En je zit niet met dat gedoe van het kuisen van dat traditioneel sushi-matje. Groene kruiden bewaren gaat ook heel goed. Ik gebruik dat heel graag voor het reflexpapier. We maken dat licht nat. Dat is een tamelijk sterk papier. Je rolt daar je bieslook in of je kervel of je peterselie, koriander, eender wat. Kitchen cloth gebruik ik dan ook weer graag voor vlees en vis te deppen. En je kunt je vlees mooi fileren. Als er een klein beetje rest van bloed of van onzuiverheden in zitten, dan dep je het eventjes dat het mooi clean is en dan kun je het kruiden en bereiden. Vis fileren vind ik ook een hele leuke. Je fileert je vis. Vermits de kitchen cloth zo sterk is, kun je ook mooi afdeppen, maar ook de graadjes kun je er mooi in laten plakken of de schubben die je kwijt wilt. We hebben 90% van de traditionele handdoeken uit de keuken gehaald door de kitchen cloth. Kitchen cloth is tamelijk dik en stevig, waardoor er veel toepassingen zijn. We gebruiken hem voor ovenschalen uit de oven te halen. Je kunt hem ook gebruiken als handdoek. Niet alleen voor iets vast te nemen, maar ook voor te drogen. Potten en pannen, bestekken, borden en glazen. En dat is wel leuk dat je zo veel minder was hebt. Ik denk dat je de grootste contaminatie kunt veroorzaken door hetgeen dat je met je handen doorgeeft aan iets anders. Je komt toe in de keuken, je gaat je handen goed reinigen, afdrogen met reflexpapier. En dan, naarmate dat je bezig bent, wordt er heel veel je handen gewassen, gespoeld. Soms is dat vluchtig, soms is dat uitgebreid, afhankelijk van het product dat je verwerkt hebt. Bij het reinigen van de keuken en het mooie onderhouden zijn er ze hebben twee hele goede producten bij Tork. Het gele doekje is een soort vaatdoek dat je kunt hergebruiken. Het is qua duurzaamheid, het zit daar wel heel goed, omdat je het meermaals kunt gebruiken. Je wringt het uit, je spoelt het en je kunt het opnieuw hergebruiken. Dan hebben ze nog een ander doekje, dat is een nat doekje waar een soort parfum, een zeep aan zit. En dat gebruik ik meer echt voor de heavy duty things, zo rond het fornuis, potten en pannen. Die echt zwaar aangelaten zijn, kun je daar heel vlot mee reinigen. Ik wil absoluut de producten van Tork aanbevelen aan mijn collega's. De topkwaliteit van het product zorgt ervoor dat je ze kunt gebruiken, zowel in de keuken om te reinigen als met je voeding. Je werkt de hygiënischer, dat komt je product ten goede en dat komt uiteindelijk je gerechten en je klanten ten goede. En daar draait het om.